vertellen over Theater op het Water. Theater op het Water, die toch al een aantal jaar draait op de Graslei, op de wateren van Gent, in een historisch centrum. Theater op het Water draait op letterlijk op oud-studenten die afgestudeerd zijn en die daar een project hebben ingezien. We hebben dat gelanceerd om heel duidelijk en heel oprecht Gent te laten zien, langs de kade, langs stopplaats. We hebben dit jaar ook een attractie op zich, want Peter is een heel open, menselijk, zeer direct acteur die ook doseert aan de school. Peter is iemand die, Van Asbroek, hè. Peter Van Asbroek is iemand die heel sterk weet wat hij wil en dat ook heel sterk kan overbrengen. Die doet dit jaar mee aan de Gentse Feestenweek, hè, om het zo te noemen, de kleine Gentse Feesten. Dus tijdens de Gentse Feesten gaan wij dagelijks bootjes uitvaren met Gent Watertoerist. En Gent Watertoerist, waar wij heel leuk mee samenwerken, Rederij de Gentenaar op de Graslei, die vaart uit van 17.07 tot 25.07. In de week, op weekdagen, is het om 15 uur. Nee, om 17 uur, sorry, om 17 uur. En in het weekend om 11 uur. Dus in weekdagen of op weekdagen om 17 uur. En in weekends om 11 uur in de ochtend. Dat is een heel systeem waar je dus op een bootje komt, waar je wordt geëntertained van begin tot einde. En waar je dus vaart naar stopplaatsen en waar je dan de acteurs bekijkt. Die dit jaar als thema hebben La Petite Bourgeoisie. La Petite Bourgeoisie refereert naar een bijna uitgestorven ras. Je hebt er nog een paar rond het zuid. Hè. De Gustave Calier-laan, de Vrij Orbanlaan, de generatie van ja, de jaren Stillekes zo. Die aan het uiteinden is. Hè. De oude generatie met de madammetjes met de talontjes. De meneertjes met de sigaartjes. De mooie oude Jaguars van de jaren 70. Die verdwijnen, ja, stap voor stap. Hè. Je ziet de 90'ers bijna niet meer. Maar ze zijn er nog wel. Mensen die nog altijd, die vroeger naar de Caron gingen. Die vroeger naar een mooie handtassenwinkel gingen. Die nu helemaal niet zouden begrijpen waarom mensen naar de Primark gaan voor 2 of 3 euro. Die ja, zich lieten hullen met een mooie hoed en een mooie das enzovoort. Daar hebben we een persiflage op gemaakt. Een persiflage van dus de bourgeoisie van Gent, maar ook wel la petite bourgeoisie. Dus het kleine burgerlijke, het absolute kleine in de mens. Daar hebben we teksten rond gemaakt. En we hebben dat uiteraard in een moderne kleedje gestopt, met heel veel joie om die bourgeoisie naar voren te kunnen schuiven. En wie dat wil bekijken, wie dat wil zien, die kan boeken via gentwatertoerist.be. Daar vind je ook alle informatie, affiche enzovoort. En via gentwatertoerist.be kan je echt wel letterlijk op dat knopje duwen om letterlijk te komen kijken naar ja, een fantastisch theater op het water. Dat is het. Ik ben ook heel trots in die zin van... Ik heb weer 4 nieuwe dingen. 1 vernieuwend ding, zoals altijd, met Stijn, Theater op het Water. Een vaste klant bij ons, een vaste relatie tenminste. Dus ik heb eigenlijk 5 nieuwe programma's. Dus ik kan je alles eens aankondigen. Dus het vaste programma dat we al jaren doen is een sluizentocht. Iedere dag om 2 uur, mensen vinden dat leuk. 75 minuten door de nieuwe Scaldi-sluis. Jullie wisten niet meer ondertussen, maar de nieuwe Scaldi-sluis en de Sint-Joris-sluis. Dat is ons eerste programma. Dus in totaal bieden wij 55 boottochten aan. Tijdens de 9 dagen, Gentse Feesten live versie. Een tweede programma dat wij aanbieden is met ondertussen vrienden geworden van mij, een zaak van op de Groentemarkt, Goeie Coureur, een meerwaarde in onze stad. Gaan wij beginnen s'avonds, iedere avond om 6 uur met kaas en wijnboten. En ik denk dat we daar een publiek voor hebben in de zin van in de Gentse Feestenperiode, er zijn er geen, maar mensen zoeken iets. En ik reken daarop, ik denk dat we daar juist zitten, om 6 uur een kaas en wijnboot, om dan aansluitend nog een of ander theater te doen. Dat is een beetje het publiek dat we dan wekken, dat we doen als try-out. Dat is het tweede programma. Het derde programma wat ik heel leuk vind, is weer typisch voor ons. We introduceren Gentenaars, maar we hebben ook een West-Vlaming bijgepakt, dus een boek. En dat is ons Stagentbier. Dat is een volledig nieuw bier, dus een beetje geïnspireerd. Mensen zitten, Jan zit hier. En daar ik, alle drie op, en de beste ertussen, maar mijn naam is drie op een eindje. Dat zijn de 4 Gentenaars en die van Staatsegij moet nog zijn weg zoeken naar Gent, maar dat kan wel doen. Dus het is een bier dat we introduceren, rond de 6 graden, niet te zwaar.
waarbij wij aperitief boten lanceren in de Gentse feesten, dagelijks voor individuelen, om 12 uur en om 6 uur s'avonds. Dit kan u straks nog proeven op de receptie, uiteraard. Het vierde programma dat wij aanduiden is een probleem, want die meneer zit vast in zijn stoekerij. Het is een samenwerking met Ada Chapelle. Dat zijn jonge gasten van Boetrancot, van Sint-Jacobs, met een Irish koffie. Maar Ada Chapelle is gewoon een unicum in Gent. En zo'n verborgen pareltje dat iedereen moet gaan zien. Dat is een van onze mooiste gebouwen dat niemand kent. Het is op de hoek van de Zandberg met de Nederboom. En het probleem is, dat is eigendom van, het is geen probleem, dat is eigendom van de familie Noordgat. Dus dat wordt niet gecommercialiseerd, maar opengesteld op bepaalde tijden. En wij gaan daar een programma aanbieden in de Gentse feesten. Om 11 uur vertrekt de boot, doet de klassieke rondvaart. We stappen af aan Willem I. Je wordt begeleid van mensen van ons. In dat de chapelle krijg je eerst en vooral een boterham met huifvlakken. Daarachter ga je de rondleiding krijgen. En in de stokerij krijgt je een van hun nieuwe items, een Gentse puree, dus op basis van vodka. En dat gaat misschien nog arriveren in de loop van de avond, maar hij zit vast in zijn stokerij voorlopig. Dan het volgende programma dat we hebben, is iets totaal nieuw. Met onze Dries, bij de meeste mensen wel gekend van ook de fameuze series VRT VTM, denk ik. Die heeft voor ons een speciaal programma zelf ontworpen, zelf gemaakt, dus is zijn idee. En dat heet Waterlander. En ik zou één ding willen zeggen, komt allemaal die boot op toe, dat is overdekt zoals nu. Maar hoe het ineens zit van A tot Z, en dat direct mee zijn met uw brein, met de geschiedenis van Gent, hoe een waterdruppel een stad wordt. Ik ga hem even laten tonen hoe dat er allemaal in gaat. Doe maar dat. Is dat mij? Zo. Altijd natter aan de overkant. Waterlander, waterland. Geen kust die je kust, zonder jou geen land. Laat je gedachten drijven, neem al je dromen mee. Blijf drijven tot je sterft en dan plas, dan word je pas de zee. Ik ga nu een woordje geven naar Stijn en Stijn naar Nadine. Voor jullie mij of? Ja, dat ja, is zo. Hoor jullie mij goed of? Ja, ja. Ja. Ja, ik ben dit jaar, ik ben naar Spanje geëmigreerd, dat weten jullie, maar ik ben er fier bij Henk, want ik wil wel eens benadrukken dat de watertoerist, de Rederij de Gentenaar, echt wel een zeer professionele, aangename samenwerking is, jaar na jaar na jaar, met hele leuke mensen, met mensen die weten wat ze willen, die echt wel cultuur in de stad brengen en die daarvoor ook heel erg openstaan. Dus ik wil even benadrukken, God, dat Henk zei dat ik een relatie heb met hem, nu, dat moet je niet te veel bij hem beelden. Hè. Dat is punt nummer 1. Met Jourdain, Ben Delbare met Jacht Obligatoire, Daniel Willems met Le Chapeau en dan Sonja met Madame la Comtesse en als laatste Peter van Asbroek die jullie iets gaat vertellen over Jacob van Achtergaal. Nu, ze gaan straks één klein deeltje van hun tekst doen, niet gans een tekst. Als je hem volledig wilt horen, zullen we nog een keer moeten terugkeren op de rondvaart met de bootjes. Hè. Geef dan nu graag het woord aan Peter. Ah ja, zeg. Dankjewel Nadine voor deze bal. En ook, ik wou een soort van spanning opbouwen naar Jacob van Artevelde. Dat is natuurlijk een beetje mij mislukt. Want ik ga het natuurlijk niet hebben over de petit bourgeoisie zoals mijn collega's. Maar eigenlijk toch wel over die belangrijkste burger van
Gent, Jacob van Artevelde, die mysterieuze figuur eigenlijk. Die leefde in de 14e eeuw, waar we 600 jaar niks over gehoord hebben en dan ineens naar boven popt in de 19e eeuw. En mijn verhaal dat ik ga vertellen, dat gaat daar eigenlijk over. Het is toch een spannend verhaal waarin dat veel mensen gaan ontdekken hoe dat die Jacob van Artevelde eigenlijk leefde en wie dat die figuur eigenlijk was. Ik ga het ook hebben over Vlamingen, over Gentenaars en ook over het ontstaan van onze Belgische staat, want dat heeft allemaal met elkaar te maken. Spannend, hè? Ja. Hoe gaat dat in elkaar zitten? Dan moet ik het even hebben over ons proces, ons werkproces, met mijn vier collega's. Dus we hebben eigenlijk, ik moet echt zeggen, ik doe de tekst een beetje uit de impro, maar mijn collega's hebben echt prachtige teksten geschreven over die bourgeoisie, over die petit bourgeoisie van Gent. Wat eigenlijk bijzonder is, omdat we daar eigenlijk bijna geen Nederlandstalig woord voor hebben, hè. De kleine burgerij, dat klinkt zo, maar dat petit bourgeoisie, dat geeft direct toch zo die opmaat. En wij hebben samen gezeten, we hebben vele avonden nagedacht en bij elkaar gezeten, naar gezellige avonden. We zijn ook heel diep gegaan. En ik ga eigenlijk nu de bal doorspelen naar mijn collega's spelers en die gaan een klein fragmentje geven van de teksten die zij gaan brengen. Applausje dames en heren. Tijdens de voorstellingen gaan we ook begeleid worden door bodyguards. En een van die bodyguards is hier aanwezig, dat is Luc de Martelare. Dus die gaat tijdens de voorstellingen begeleiden, alles in goede banen leiden. Bonjour, messieurs, dames. Petits enfants et porteurs d'ordinateurs. Je m'appelle Jourdain, gentilhomme Jourdain, grand Mamamouchi en wereldreiziger. En ik zie het op jullie gezichten. Jullie vragen zich af wat zo'n belangrijk en illuster man, u heeft onwaarschijnlijk wel al van mij gehoord, wat zo'n man als ik hier staat te doen, hier toch wel aan deze redelijk eenvoudige waterkant. Maar eerst en vooral, ook voor de kleintjes, wees u vooral niet te sterk onder de indruk van mijn verschijning. Ik begrijp dat. Zelfs voor heren en dames van de pers is dat niet iets wat u elke dag gaat meemaken. Maar wees gerust, in mijn hart ben ik een heel eenvoudig en nederig man. Sinds mensen heugenis is het zo dat welstellende ouders zich met zorg en toewijding ontfermen over de huwelijkspartner van zo'n lief. Dit omdat de toekomst van het familiale patrimonium hier onlosmakelijk mee verbonden is. Het huwelijk als instituut voor sociale en economische stabiliteit. Ik werd naar hier gelokt. Het was oorlog. En de mensen uit het dorp smokkelden boten naar Gent. Zo kwamen ze in contact met de bourgeoisie. Twee van die adellijke families vroegen of ze in het dorp geen meisjes konden zoeken die bij hen wilden dienen. Het werd zo aantrekkelijk voorgesteld dat mijn zus en haar vriendin erop wilden ingaan. Maar een paar weken later, ze wilden niet meer. En toen stelde ik mijn moeder voor om mij te laten gaan. Ik wou wel eens leven in een château. Ik heb niets tegen de vooruitgang. Par contre, heb ik eigenlijk wel iets tegen de stilstand. En stilstand is achteruitgaan. En daar heb ik ook iets tegen. Maar je kunt nog trap willen vooruitgaan. Avancer trop vite. Zodat je het doel voorbij schiet. Ik ken ze van die mensen die zodanig geacharneerd en gejaagd tot het best doen, dat ze niet in de hemel gaan geraken, ze. Ze gaan er voorbij vliegen. De jeugd, la jeunesse, dat leeft veel te rap. Laat staan dat ze weten dat als ze aan de hemel komen, dat ze dat moeten stoppen. De jeugd leeft veel te rap. Hey, ik hoop dat jullie allemaal beseffen hoe sterk dat team van Henk staat.
ons team ook. Een dik applausje voor Henk, maar ook voor een madame die buiten zit met wit haar. Je ziet ze, hè? Met wit haar, Nadine. Een sterk applausje voor die mensen echt. Een keer hoe echt. Bam bam. Assistent, coach, binnenkort. En iedereen welkom boven. Nee, dat is niet. Dat is niet.